Voor de laatste wedstrijd trokken we naar Borgerhout Groen-Wit, waar de Zebras de topper mochten spelen tegen het in vorm verkerend Kwik. Een clash, een lekkere pot korfbal waar velen naar uitkeken, want beide zijn toch wel de ploegen in vorm. De Kwikkers gaan goed van start, het staat meteen 0 tegen 4. Borgerhout is natuurlijk Borgerhout en knokken zich volledig terug in de wedstrijd. Het staat 5 tegen 5. Beide teams geven elkaar geen duimbreed toe in deze faire wedstrijd, zodat we na strafworp gaan rusten met een 13-13. Een eerste kloof komt er in de tweede helft aan wanneer Glenn Powells de rebound voor zijn rekening neemt en zo staan de Zebras 17-14 voor. De thuisploeg is nu de betere ploeg en het is Jarre de Vriend die de heerlijke 20-15 op het scorebord zet. De thuisploeg komt nu niet meer in de problemen en wint zo van Kwik met 24-19. En zo is Kwik plots nog niet zeker van de kruisfinales. Deze zullen ze moeten veiligstellen op de twee laatste speeldagen. Te beginnen komende week zondag tegen AKC Luma of een week later tegen Voorwaarts.